Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij de tiende week van Grip op Informatie. Mijn naam is Jeroen Jonkers, programmamanager bij VNG Realisatie. En ik zal het komende uur jullie voorzitter zijn. Ons webinar gaat over MDTO, een standaard voor metadata. Het webinar duurt een uur en is een onderdeel, zoals ik aangaf, van de tiende week van Grip. Stel je hebt interesse om meer webinars te volgen, meld je vooral aan. Op zin heb je dat al gedaan. En eventueel aanstaande donderdag kan je fysiek aanwezig zijn bij de fysieke sessie voor projectleiders Wet Open Overheid in Rotterdam. Van 2 tot 3:30 met afsluitend een borrel. Dus meld je aan. Het zou heel leuk zijn om daar met een leuke grote groep te zijn. Voor vandaag hebben wij drie sprekers. Als eerste dadelijk Jaap Hanen. Alleen het probleem is wel, Jaap is technisch nog niet in de call. Zit nu in Zuid-Duitsland. Dus heeft wat problemen. Dus hopelijk sluit hij wat later aan. En daarom gaan we beginnen dadelijk met Alice Strating en Anne Rutgers, beide adviseur informatiebeheer bij de gemeente Utrecht. Stel, je hebt vragen tijdens het webinar, stel ze in de chat. We zullen proberen om die zoveel mogelijk te behandelen. Stel dat het nou niet lukt, we hebben nou meer dan 549 aanmeldingen voor het webinar. Dan zullen we achteraf proberen om de antwoorden alsnog de vragen alsnog te beantwoorden. Alles, de presentatie, heel het webinar, wordt achteraf geplaatst op Kia. De website en het komt ook op het YouTube-kanaal van VNG Realisatie. Nou, zoals aangegeven, Jaap die komt wat later. Dus vandaar schieten we even snel in door zijn presentatie. En gaan ze eerst naar de gemeente Utrecht om daarna met de praktijk in te gaan van MDTO. Goedemorgen, Anne. Goedemorgen. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Anne Rutgers. Ik ben sinds 2 jaar werkzaam bij de gemeente Utrecht als adviseur informatiebeheer. Vanuit deze rol heb ik verschillende dingen gedaan. Ik ben niet specifiek werkzaam bij één OO, maar ik werk vanuit Centraal. Ik heb verschillende dingen gedaan, bijvoorbeeld meegewerkt met tactische risicoanalyses, jaarplannen, maar bijvoorbeeld ook samen met Alice de handreiking voor overbrengen. Alice, wil jij je ook voorstellen? Alice, je hebt je microfoon helaas nog niet aanstaan. Dank je, Jeroen. Ga ik nog een keer opnieuw. Ik ben Alice Strating. Ik ben werkzaam als externe medewerker bij de gemeente Utrecht. En ik word ingezet vanuit het programma Informatie op Orde. Hier doen we allerlei projecten die ervoor zorgen dat we onze informatiehuishouding verbeteren. Momenteel werk ik bijvoorbeeld aan de inrichting van M365. Daarnaast heb ik afgelopen jaar gewerkt aan het implementeren van e-mailarchivering. En dus ook het vormgeven van het metadatamodel. Weer terug naar jou, Anne. Waar gaan we het allemaal over hebben vandaag in deze webinar? Achtervolgens zullen we eerst ingaan op, achtereenvolgens op de aanleiding. Waarom zijn we binnen de gemeente Utrecht gestart met het ontwikkelen van het Utrechts metadatamodel? Daarna gaan we in op wat is de aanpak geweest? Welk proces hebben we doorlopen? Wie hebben we hier allemaal bij betrokken? Daarna welke uitgangspunten hebben we gehanteerd en hoe hebben we deze vooral ook heel praktisch toegepast? Daarnaast neemt Alice het over en die gaat echt specifiek in op het Utrechts metadatamodel. Ze gaat echt in op de inhoud. Dus wat zijn de consequenties geweest van de keuzes die we ook gemaakt hebben. Daarna laat Alice ook zien hoe we het Utrechts metadatamodel gemapt hebben. Op het nieuwe zaaksysteem wat we dit jaar in gebruik hebben genomen of gaan nemen. We zijn daar nog mee bezig. Daarna willen we nog graag wat tips meegeven en we zullen nog afsluiten met, er zullen vast nog wel wat vragen zijn aan het eind van ons verhaal. De aanleiding. De belangrijkste aanleiding of een van de belangrijke aanleidingen is dat we binnen wat Alice eigenlijk net al zei, in 2022 gestart zijn met het programma Informatie op Orde. Het doel daarvan is echt het verbeteren van de informatiehuishouding binnen de gemeente Utrecht. Het is een heel breed programma, het is heel breed van opzet. Het richt zich bijvoorbeeld ook op bewustwordingsinstructies of bewustwording van medewerkers. De boodschap die we dan uitdragen is iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen informatiehuishouding. Maar ook het ontwikkelen van beleid rondom e-mailarchivering is ook vanuit het programma opgezet. En ook het Utrechts metadatamodel, de ontwikkeling daarvan komt ook uit deze koker. Omdat we hiermee natuurlijk ook een hele belangrijke verbeterslag kunnen aanbrengen op het gebied van informatiebeheer.
Want door het toepassen van metadata kun je structuur, context en inhoud meegeven aan informatie en ook aan het beheer daarvan. En dat zijn uiteindelijk weer belangrijke voorwaarden om te voldoen aan de kenmerken van duurzame toegankelijkheid. En dit zorgt er ook voor dat informatie dus beter vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar is voor iedereen die daar toegang toe heeft. En natuurlijk belangrijk ook dat het toekomstbestendig is. Maar je verhoogt niet alleen de kwaliteit van informatiebeheer door vast te stellen welke metadata je wilt meegeven, maar je wilt eigenlijk ook iets zeggen over de kwaliteit van de metadata. En dus hoe wil je dat de metadatavelden gevuld gaan worden? Daar wil je eigenlijk ook eisen voor meegeven. Door het gebruik van het Utrecht metadatamodel kun je er ook voor zorgen, als je dat breed gaat toepassen, dat je binnen de gemeente, dus binnen je eigen organisatie, de uitwisselbaarheid van informatie vereenvoudigt. Dan kun je bijvoorbeeld denken als je informatie gaat publiceren, zoals wij dat straks gaan doen op ons publicatieportaal, maar ook als het gaat om een migratie, dan heb je betere afstemming. En dit geldt natuurlijk ook dat als informatie niet binnen de organisatie blijft, maar ook naar buiten gaat. Bijvoorbeeld als het gaat om overbrenging. Als je daar goede afstemming hebt, dan verbeter je de uitwisselbaarheid van die informatie. Ja, Anna, er is een vraag in de chat. Ja. In welke mate binnen de organisatie is het onderwerp metadata vanzelfsprekend dat het daarop geïnvesteerd wordt? Ja, ik denk dat doordat wij dit, wij hebben het eigenlijk weer nieuwe energie gegeven. Dus ik denk dat dit wel maakt dat het juist weer nu op de kaart gezet wordt. En hebben jullie wel een ambassadeur, een directeur of afdelingshoofd of iemand die het belangrijk vindt en die ook voor jullie op de zeepkist staat? Niet specifiek iemand, maar wij hebben wel het expertteam informatiebeheer die zorgt ook dat dit goed geborgd wordt. En wij zorgen wel dat dit ook wel terechtkomt in alle nieuwe handreikingen die wij aan het schrijven zijn. Dus als het inderdaad gaat over migratie, over overbrenging, dan wordt dat ook meegenomen. Alice heeft volgens mij nog een aanvulling hierop. Ja, dat klopt. Wat wij hebben, wat wel gewoon een belangrijke toevoeging is, is dat dit natuurlijk allemaal gebeurt onder het programma. En het programma is wel heel goed geborgd in de organisatie. Zo is het ook een risicovol project, zoals ze dat in Utrecht noemen. Dus dat betekent ook dat we extra onder controle staan, dat we ons moeten verantwoorden. En dat je daarmee ook wel merkt dat die borging in de bestuurlijke lagen zeker aanwezig is. Ja. Wat helpt. Ja. Niet specifiek voor metadata, maar wel voor breed. Ja, als onderdeel van het totaalprogramma. Ja. Ja, ja, helder. Dank je, Alice. Gaat terug naar jou, Anne. Ik was wel even bij archiveren bij design. Eigenlijk zou je inderdaad willen dat je de vraag van tevoren, dus voor je een informatiesysteem gaat aanschaffen of gaat inrichten, dat je dan de vraag gaat stellen welke metadata zijn belangrijk, welke metadata wil ik meenemen. Dus je wilt dat eigenlijk allemaal aan de voorkant, wil je dat goed ingeregeld hebben. En daarnaast willen we natuurlijk ook gewoon voldoen aan was artikel 19 van de archiefregeling. Hoe hebben we het aangepakt? Het Utrechtse metadatamodel is een onderdeel van het handboek informatiebeheer. Dit is een vernieuwd handboek. We zijn begonnen om dit weer helemaal opnieuw op de kaart te zetten. Het heette voorheen het kwaliteitssysteem informatiebeheer. En het handboek is echt de vertaling van beleid naar tactische instrumenten. Het is echt een praktisch toepasbaar instrument voor record managers. En er zit bijvoorbeeld ook echt een heel uitgebreide stappenplan. En ook bij het Utrechtse metadatamodel hebben we dat ook heel uitgebreid beschreven. Dat men er ook echt mee aan de slag kan gaan. Bij de start hebben we een stakeholdersanalyse uitgevoerd. Dus we hebben gekeken welke spelers zijn belangrijk voor ons om mee af te stemmen. Maar ook welke spelers zijn belangrijk om te informeren. Zodat zij weten van, hey, wij moeten dat Utrechtse metadatamodel ook meenemen in ons eigen werk. We hebben bijvoorbeeld gesproken en ook mee laten lezen gegevensbescherming.
Zij hebben bijvoorbeeld input gegeven op privacy-vraagstukken die spelen bij het vullen van de metadatavelden. Denk dan bijvoorbeeld aan het niet opnemen van persoonsgegevens in de naam van een informatieobject. Dus zij hebben heel veel, zij hebben met ons meegedacht. Maar ook bijvoorbeeld het Utrechtse archief. Want blijven te bewaren informatie van de gemeente Utrecht wordt overgebracht naar het Utrechtse archief. En graag zouden we dus van tevoren al willen weten, wat zijn de aanlevervoorwaarden op het gebied van metadata die er gesteld worden bij het overbrengen. Dus daar hebben we ook afstemming gezocht. In april van dit jaar is het Utrechts metadatamodel vastgesteld. Dus het Utrechts metadatamodel zelf, de bijlagen, maar ook de handreiking. En we hebben dat sindsdien ook getoetst in de praktijk. En Alice zal straks laten zien hoe ook het Utrechts metadatamodel onderdeel is geworden van de implementatie van het nieuwe zaaksysteem. Het is ook belangrijk om, als je iets gaat opstellen, dat het ook geborgd wordt. Het Utrechts metadatamodel wordt geborgd door het expertteam informatiebeheer. Zij werken ook vanuit centraal, dus als er wijzigingen zijn, als er bijvoorbeeld andere eisen gesteld worden in het kader van de WO, dan zullen zij deze wijzigingen meenemen. En ook de stukken die op het IKEA-platform geplaatst worden, die worden ook steeds geüpdate. Dus mochten er wijzigingen intern zijn, dan worden die daar ook doorgenomen. Ik had ook begrepen dat Alice 2 weken geleden, geloof ik, alweer nieuwe versies erop gezet hebben. De uitgangspunten. Wij hebben ons echt specifiek gericht op duurzame toegankelijkheid van informatie. Dus onze focus van welke metadata is van belang voor duurzame toegankelijkheid van informatie. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook andere standaarden. Zoals bijvoorbeeld de DCAT als het gaat om geodata. Maar deze samengaan van die standaarden hoeft elkaar ook niet te bijten. Dit kan heel goed samengaan. Het belangrijke is wel dat je hier echt wel afstemming in zoekt. Wij hebben de MDTO echt als basis genomen. Dus de MDTO metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie. Dat is onze basis geweest, ons vertrekpunt. En dat hebben we dat heel praktisch toegepast en we zijn dit gaan uitwerken in een Excel. Dus we hebben goed gekeken van wat is de opbouw geweest, welke metadata is van belang. En daar zijn we begonnen met wat is verplicht. Dus welke metadata zijn verplicht, dus welke moeten sowieso gevuld worden. En daarnaast hebben we eigenlijk als uitgangspunt van neem zoveel mogelijk informatie wat beschikbaar is, dus wat bekend is. En neem dat gewoon op in je als metadata. Dus neem zoveel mogelijk op. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dekking in ruimte. Dat is verplicht indien bekend. Maar als het bijvoorbeeld gaat om een omgevingsvergunning, dan is dat gewoon informatie die je al hebt. En informatie wat ook voor je werkproces belangrijk is. En neem dit dan ook gewoon op in je model. Daarnaast hebben wij beheerregimes toegepast in het intern strategisch beleidskader voor informatiebeheer, wat eerder dit jaar ook is vastgesteld. Zijn er drie klassificaties van beheerrisico's vastgesteld die gekoppeld zijn aan beheerregimes. En deze beheerregimes die bepalen hoe op welke manier informatie beheerd moet gaan worden. Dus dit hebben wij ook in ons Utrechts metadatamodel hebben we dat ook meegenomen. En daarnaast hebben we ook gekeken naar welke metadata zijn verplicht bij het publiceren in het kader van de WO. En deze hebben we ook opgenomen in ons Utrechts metadatamodel. Anne, een vraag aan de chat. Gij vraagt van, ja, de scope is nog niet helemaal duidelijk. Kan je misschien nog even kort toelichten? De scope is de duurzame toegankelijkheid van informatie. Daar ligt echt, dat is echt het doel van het toepassen van het Utrechts metadatamodel. Ja, dus eigenlijk misschien meer op lange termijn, dat is het doel, weet je, uiteindelijk. En daarvoor doen we nu activiteiten die we ook nu wel meerwaarde hebben. Ja, Alice, misschien wil jij dat nog verder toelichten? Nee, volgens mij niet. Lijkt mij duidelijk. De scope is gewoon duurzame toegankelijkheid. En wat je al hebt verteld, het is niet specifiek. Dus het is niet, we doen de rest niet. We kijken ook waar het andere metadata gegevens raakt. Ja. Helder. Hey, Anne, nog een ander vraagje.
iemand die anoniem is. Je noemde de bewustwording binnen de organisatie betreft dit project. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe heb je eventueel ook je mensen mee kunnen nemen? Hè? Dus zie je even collega's binnen de gemeente Utrecht. Ja, dat is wel echt een heel ander traject geweest. Dus dat heeft niet echt betrekking op het Utrechtse metadatamodel. Maar wat wij gedaan hebben binnen het programma is vooral ook heel veel instructies gegeven. Wij hebben de zogenaamde gouden regels opgesteld. Dus hoe ga je om met je informatie? En ook vooral uitgedragen dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen informatiehuishouding. Maar ik denk dat dat een heel ander verhaal is. Wordt een beetje een zijpaadje dan, denk ik. Ja, goed. Haal dat. De uitgangspunten hebben we gehad. Dan gaan we door. Om hiermee aan de slag te gaan, hebben wij in het stappenplan ook heel duidelijk aangegeven voor de record managers. Dan moet je eigenlijk eerst 3 stappen gaan zetten voordat je dit Utrechts metadatamodel in de praktijk kunt gaan toepassen. De eerste stap is het bepalen van je doel. Wat is het doel? Met welk doel ga je dit toepassen? Er is voor gekozen dat het Utrechts metadatamodel toegepast gaat worden wanneer daar echt een duidelijke aanleiding voor is. Wanneer er een duidelijke aanleiding voor is, dan kun je ook echt iets met de uitkomsten, met de resultaten hiervan gaan doen. Dan kun je ook echt zorgen dat informatiebeheer ook daadwerkelijk verbeterd wordt, omdat er dan een verbeterslag op zit. En dat is dus ook echt het moment waarin je ook de juiste energie hebt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuw informatiesysteem. Het Utrechts metadatamodel is dan ook opgenomen in het programma van eisen voor informatiebeheer. Maar je kunt ook denken aan informatieuitwisseling, bijvoorbeeld een migratie of een overbrenging. In de handreikingen is ook het Utrechts metadatamodel is ook opgenomen hierin. Stap 2 is het toepassen van de beheerregimes. In het intern strategisch beleidskader voor informatiebeheer zijn verschillende beheerregimes omschreven, licht, midden en zwaar. En de beheerregimes bepalen eigenlijk welke eisen er gesteld worden aan het beheer van informatie. En in het Utrechts metadatamodel hebben we vastgelegd welke metadata voor de verschillende beheerregimes verplicht zijn. Ik wil even ingaan op het lichtbeheerregime. Dat is informatie dat hebben wij gedefinieerd als persoonsgebonden of teamgebonden. Dat is eigenlijk lichte informatie zoals werkinstructies of bijvoorbeeld het vastleggen van vakantieplanning. En het doel hiervan, het doel van het toepassen van metadata is eigenlijk vooral de terugvindbaarheid van informatie en ook het goed kunnen samenwerken. Dus wij hebben hier eigenlijk een hele minimale set aan metadata meegegeven. En daarnaast hebben we ook gezegd dat als je de verplichte metadatavelden kunnen ook licht worden toegepast. Als het gaat om bijvoorbeeld een identificatiekenmerk, hoeft dat niet per se een persistent identifier te zijn, maar onder een licht beheerregime kan dit ook gewoon heel goed een padnaam zijn. Dit is heel anders voor bijvoorbeeld het zwaar beheerregime. Dat is echt andere informatie. Dat is informatie met een breed bedrijfsbelang en een hoog bedrijfsrisico. Dit is ook informatie wat volgens de wettelijke bewaartermijnen langer dan 15 jaar bewaard moet worden, maar ook blijvend te bewaren informatie en dus ook overgebracht moet worden. En het doel van het toepassen van metadata is hier dan ook echt de duurzame toegankelijkheid zolang de bewaartermijn loopt. En dit is ook echt conform de MDTO. Stap 3. Gaat de informatie gepubliceerd worden in het kader van de WO. Want dan zijn ook worden de extra eisen gesteld aan de metadata. Want er is metadata nodig voor het publiceren op ons eigen publicatieplatform, zodat het ook vanuit de WO-index teruggevonden kan worden. Nu geef ik het stokje over aan Alice. Ja, voordat we even naar Alice gaan, misschien toch nog even een paar vragen, Anne. Een van de vragen is van Robin, die geeft aan van, jullie nemen het op in het programma van eisen. Hoe ga je ermee om als geen enkele applicatie eraan voldoet?
Geen enkele applicatie eraan voldoet. Ja, ik denk dat het dan een soort. Dan wordt het een afweging. Dan zul je daar wel echt in gesprek over moeten. Hoe belangrijk is deze metadata voor ons? Dus ik denk dat je daarover in gesprek moet gaan met de leverancier ook. En Alice heeft daar nog een toevoeging op. Ja, als je het opneemt natuurlijk in je programma van eisen, dan moeten ze eraan voldoen. Want er zitten bepaalde verplichtingen in. Heb je nu al een applicatie in gebruik en wil je ook zorgen dat het model van toepassing is en dat het ook werkt, dan zien wij in de praktijk dat je echt een heel eind komt. En soms lukt het niet en dan leggen we dat ook vast in het model. Dus dan geven we aan bijvoorbeeld, nou, deze metagegevens zijn niet vastgelegd in het systeem, maar we weten wel welke waarden we er bijvoorbeeld verwachten. Dus daar praktisch mee omgaan. Helder, helder. Oké, Alice. Gaan we verder. Ja, gaan we aan de slag met wat meer de praktijk. Ik neem jullie daarin mee. En als jullie deze slides laten terugkijken, dan zie je ook het linkje erin zitten. En daarin vind je ook het model, het metadata-model en de bijlagen die daarbij horen op het KIA-platform. Ben je al een beetje bekend met de MDTO, dan zul je best wel wat dingen herkennen. Want wat wij hebben gedaan is gewoon de MDTO praktisch toepasbaar gemaakt voor de gemeente Utrecht. En ook afgestemd op de afspraken die we daar hebben. We gaan zo starten om wat meer te kijken naar de verschillende attributen die erbij horen. En ook hoe dat dan toepasbaar is bij de beheerregimes. Wat er dan verplicht is en wat er niet verplicht is. De MDTO die maakt eigenlijk onderscheid in metadata op bestandsniveau en op informatieobjectniveau. Dat zie je hier ook in het plaatje staan. Aan de ene kant zie je de metadata op bestandsniveau en dat is echt wat meer technische metadata. Dus denk aan de bestandsnaam en de omvang. En daarnaast heb je ook metadata op informatieobjectniveau. En ja, dat is wat meer beschrijvende metadata over het informatieobject zelf. De metadata op informatieobjectniveau kan meerdere keren voorkomen. En dat betekent eigenlijk dat je die metadata op meerdere niveaus in je systeem hebt vastliggen. Denk bijvoorbeeld aan metadata op een zaak of een dossierniveau, waarbij je de naam vastlegt van de betreffende zaak. Maar je hebt ook deze metadata op documentniveau, waar je de naam van het document wilt vastleggen. En daarbij moet je rekening houden, en daar zal ik aan het einde van deze webinar ook nog even op terugkomen als ik een praktijkvoorbeeld laat zien. Hier zie je in ieder geval alle attributen op een rij die we daarbij hebben gebruikt. En eigenlijk per beheerregime hebben we gezegd van nou, daar gaan we onderscheid in maken in wat we verplicht stellen en wat we niet verplicht stellen. Maar uitgangspunt is nog steeds dat ongeacht welk beheerregime er geldt, je eigenlijk altijd zoveel mogelijk metadata wil vastleggen. Hier zie je het lichte niveau waarin eigenlijk, zoals Anne al aangaf, een minimaal aantal metadata vereist is. Zoals je ziet aan de groene velden, die zijn verplicht. Denk bijvoorbeeld hier ook aan de naam voor die terugvindbaarheid. Hey Alice, toch een vraagje in de chat van Roger. Hoe heb je uiteindelijk bepaald welke attributen uiteindelijk verplicht zijn bij welk beheerregime? Ja, dat is een hele goede vraag, want dat was natuurlijk best wel lastig. Bij het zware beheerregime heb je de MDTO die we echt als uitgangspunt hebben gebruikt. Maar daarnaast hebben we het gewoon ook op een rij gezet en besproken met, zoals Anne net al noemde, die verschillende stakeholders in ons geval. Dus we hebben aan het Utrechtse Archief gevraagd, wat vinden jullie belangrijk? We hebben dat natuurlijk met onze collega's, onze recordmanagers over gehad, van nou, welke informatie vinden we hier nu echt bij passen? En we hebben daar ook best wel in de loop van de tijd dat we hebben over dit model ongeveer een maand of 7, 8 gedaan, hebben daar ook best wel eens wat in gewisseld. Dus we hebben een hele discussie gehad bijvoorbeeld over documenttype. Wil je vastleggen welke documenttype er bij een informatieobject horen? Nou, was het antwoord eigenlijk altijd wel ja. Dat valt onder klassificatie, dat willen we wel vastleggen. Maar willen we dat dan ook verplicht maken? En willen misschien ook die lijst ook verplicht maken? Uiteindelijk hebben we daar wel voor gekozen. Dus dat zal ik straks ook een voorbeeld laten zien. Eén vraag op dit moment van Astrid, als het krijger. Is Utrechts metadata nu een onderdeel van MDTO? Is het een aanvulling of eigenlijk voor wie is het precies bedoeld? Nee,
Het is eigenlijk gewoon de MDTO, maar dan praktisch toepasbaar voor de gemeente Utrecht. Met een stappenplan erbij in ons geval hebben wij de recordmanagers en adviseurs informatiebeheerders, dat die het gewoon in hun dagelijkse werk kunnen toepassen, zodat de metadata duurzaam toegankelijk is. Ja, maar, dus inhoudelijk maar ja, niet voor, anders. Ja, ook voor functioneel beheerders natuurlijk die systemen beheren. Ja. Als we naar het middenniveau gaan, dan zul je zien dat daar in één keer wat meer attributen groen zijn. Daar zijn wat meer dingen verplicht die ook vooral te maken hebben met bijvoorbeeld het vernietigen van informatie. Denk aan de waardering die hier ziet staan en de informatiecategorie. En bij zwaar zul je eigenlijk zien dat alle verplichte attributen van de MDTO daarin zitten. Maar ook nog wel een aantal extra dingen. Onze partners belangrijk vonden. Eén hiervan is bijvoorbeeld taal. Daar hebben we ook wel best wel een discussie over gehad. Kan je overal vastleggen in welke taal het bijvoorbeeld een document is geschreven? Nou, hier hebben we bijvoorbeeld een specifieke uitgangspunt gehanteerd dat als de taal niet Nederlands is, dat we het dan in ieder geval vastleggen bij zwaar. Dus dat is zo'n specifieke afspraak die we daarover hebben gemaakt. Ja. Anne heeft net ook uitgelegd dat we ook hebben gekeken naar de wet open overheid en de metadata die daar verplicht zijn. En die zie je hier eigenlijk met geel aangegeven. We hebben daarbij dus specifiek gekeken naar welke metadata is dat en hoe matchen we dat met de MDTO en met ons model. En het werkt dus eigenlijk zo, heb je informatie die en in het beheerregime midden valt, dan zijn die velden verplicht. En het via de WO je informatie actief openbaar moet maken, dan komt dit er nog bovenop. En in ons model hebben we dat samengevoegd, zodat dat makkelijk toepasbaar is. Dan ga ik het scherm denk ik van je overnemen, Jeroen. Ja. Eens even kijken. Krijg ik zo'n mooie melding in beeld. Kijk. Is het zichtbaar, Jeroen? Dat is fijn. Hier zien we het model zoals wij het gebruiken. En het is gewoon helemaal in een Excel-bestand is het eigenlijk uitgewerkt. Daarbij hebben we een aantal kolommen en een heel aantal rijen in gebruik die ik even kort zal toelichten, zodat jullie even een beetje een idee hebben van hoe werkt dit nu precies. We beginnen bij de verschillende tabbladen. Het is dus bijlage 1 als je hem op het KIA-platform opent. En we hebben verschillende tabbladen. En het startblad hier geeft eigenlijk gewoon een algemene toelichting, wat Anne net ook al heeft verteld. Daarnaast hebben we het metadatamodel totaal. Hier staan eigenlijk alle attributen in, zowel op informatieobjectniveau als helemaal onderaan op bestandsniveau. En daarbij is uitgewerkt wat wij daar belangrijk bij vinden. We hebben ook nog apart voor elk beheerregime, zoals je hier onderaan ziet, en voor de WO ook nog apart de betreffende attributen op een rij gezet. Inhoudelijk is dat eigenlijk niks anders dan zoals je het in totaal terug kunt vinden. Maar in het praktische gebruiken is dat vaak wel makkelijk als je denkt, hey, ik heb een middenregime, dat je meteen dat overzicht hebt. Als we hier kijken naar de Excel, dan zien we hier eigenlijk de kolommen A tot en met F. Dat is eigenlijk gelijk ook zoals je herkent uit de MDTO. Dus een identificatie heeft een kenmerk en een bron waarvan je de metadata wilt vastleggen. In kolom G is vastgelegd wat eigenlijk de voorwaarden zijn, dus of het verplicht is of niet en of er nog specifieke dingen zijn. En in kolom H, en dat is eigenlijk de belangrijkste, geven wij een toelichting op van wat we in Utrecht nou eigenlijk daadwerkelijk bij dit veld verwachten. En tot slot hebben we nog een voorbeeldwaarde om een beetje een idee te geven. Als je dan kijkt naar het attribuut naam, dus bijvoorbeeld de naam van een zaak. Nou, op dit niveau is het verplicht, een verplicht veld. Het is niet herhaalbaar, dat betekent dat dit metagegeven maar één keer mag voorkomen. En daarnaast zeggen wij hier een aantal dingen over. Waaronder bijvoorbeeld leg geen persoonsgegevens hierin vast. Maar ook gebruik geen afkortingen of leestekens of gekke karakters. En een soort van advies over hoe je de naamgeving van betreffende zaak of dossier vorm zou kunnen geven. Echt wat specifieke uitgangspunten die wij gebruiken bij naam. Heb ik nog een tweede voorbeeld. En dat valt onder klassificatie. Ik noemde het net al even.
Bij klassificatie, ja, dat is eigenlijk best wel een breed begrip. Ja, daar kun je van alles onder bedenken om dingen te klassificeren voor de archiefmensen onder ons. Bijvoorbeeld de basisarchiefcode die we natuurlijk allemaal nog kennen. Maar onder klassificatie hebben wij vanuit Utrecht dus ook nagedacht, wat willen wij daar minimaal vastleggen? Nou, daarvan hebben wij bijvoorbeeld gezegd, hey, we willen documenttypen daar vastleggen. Maar als je gaat publiceren vanuit de WO, dan willen we daar ook de WO-categorie vastleggen. Daar hoort nou wel iets specifieks bij en dat heeft ook te maken met hoe de MDTO bijvoorbeeld is opgesteld. Die geeft namelijk aan van nou, als je klassificatie gebruikt, zorg er dan voor dat je daar een waardelijstje achter hangt. Dus dat betekent eigenlijk dat ze zeggen van gebruik geen vrij veld waar je al die documenttypes maar in kan typen. Maar denk er vooraf over na welke waardes je in dit veld volgt. Die waardes hebben wij vastgelegd in een begrippenlijst. En dat zie je hier ook terug. Hier staat maak gebruik van de Utrechtse begrippenlijst, klassificatie, WO-categorie. Nou, we hebben ook nog documenttype, we hebben ook nog thema. Als we dan kijken naar die begrippenlijst, naar die waardelijstjes, hoe ziet dat er dan uit? Schakel ik even over naar bijlage 2. Hier zien we de waardelijst voor de WO-categorie. Nou, voor jullie hier waarschijnlijk bekend. De categorieën die we als gemeente gebruiken bij het actief openbaar maken van informatie. Hier staat ook de code bij en de toelichting bij, die ook verwijst naar de bron, de DIVO-metadata. Ja, zodat eigenlijk de afspraak is binnen Utrecht dat we deze lijst gebruiken. Voor de WO-categorie is die nog best wel makkelijk. Voor documenttypen was het wat lastiger. Daar hebben we ook een lijst, die is een stukje langer. Ik denk iets van 150 regels in totaal. Hierbij hebben we gekeken naar de documenttypen die ook weer vanuit de WO verplicht zijn. Dat zijn de groene in dit geval. Maar we hebben ook gekeken naar een lijst die vanuit de Gemma ter beschikking is gesteld. En die hebben we daar ook aan toegevoegd. En zo hebben we eigenlijk dus afspraken gemaakt over bepaalde velden, over de kwaliteit. Ook over die velden en wat we daarin verwachten. Volgens mij weer terug naar jou, Jeroen, qua presentatie. Ja, ondertussen, Alice, misschien goed om een aantal vragen nog in te brengen. Ja. Onder andere Dirk vraagt, wanneer in het werkproces wordt metadata toegevoegd aan een informatieobject? En door wie wordt dat gedaan? Dat verschilt natuurlijk helemaal om welk attribuut het gaat. Je hebt natuurlijk informatie die je gaat registreren. Nou, als je gaat registreren, geef je bepaalde metagegevens mee. En als je denkt aan naam, nou, dat is heel vaak bijvoorbeeld een titel van een zaak. Ja, dat is een gegeven wat iemand misschien zelf moet invullen. Of wat misschien deels ingevuld wordt, omdat je weet dat het werkproces omgevingsvergunning is. Maar je hebt ook velden die op de achtergrond gewoon gevuld worden. Denk aan een creatiedatum of iets dergelijks. Ja, wat gewoon automatisch opgeslagen wordt dan. Ja, en die vertaalslag doen we eigenlijk als we dit model toepassen op een applicatie. Zal ik zo laten zien bij het voorbeeld hoe dat werkt. Hey, Alice, een andere vraag. Iemand vraagt van niet herhaalbaar, wat je net zei. Ja. Is het gelijk aan geen overerving? Nee, dat is wat anders. Ja, oh, nou moet ik de MDTO gaan uitleggen. We gaan even een mooie poging wagen, dat gaat wel lukken. Overerving is een term wat je ook vooral vanuit het TMLO kent. Dat betekent, dat was de voorganger van de MDTO. Dat betekent dat je metadata op een hoger niveau vastlegt. En dat dat eigenlijk automatisch, als het niet anders is vastgelegd, ook doorcijpelt naar beneden. Dus metadata op zaakniveau geldt dan ook bijvoorbeeld voor documentniveau. De MDTO doet niet aan overerving. Die geeft aan, je moet op elk niveau moet je alle metadata vastleggen. Dus dat is echt wat anders. Ja. Herhaalbaarheid is dat je een bepaald attribuut meerdere keren kan inzetten. We zagen net het voorbeeld van klassificatie. Nou, we kunnen klassificatie inzetten om ons documenttype vast te leggen. Maar als we actief openbaar moeten maken vanuit de WO, kunnen we klassificatie nog een keer inzetten. En dan voor de WO-categorie. En in het schema is aangegeven wanneer dat wel mag en wanneer dat niet mag. En dat komt uit de MDTO. Helder. Een andere vraagje van Damir. Ik zie overal de term informatieobject staan. Een hele tekst erbij, zo kan ik iedereen in de chat lezen. Maar wat wordt eigenlijk onder een informatieobject verstaan? Ja, dat is een hele goeie. Dat is ook goed om binnen je organisatie
om het daarover te hebben wat je ziet als informatieobject. Want dat kan ook verschillen per applicatie die je gebruikt en welk niveau je daarin in onderschrijft. En er zijn hele mooie definities van die ik niet uit mijn hoofd ken. Maar Google die vooral even en dan vind je die. Maar het is vooral belangrijk als je aan de slag gaat met het model en je past het toe op een bepaalde applicatie, dat je die niveaus van informatieobject dus gaat beschrijven en gaat meenemen. En bij een zaaksysteem is dat wat makkelijker. Zaaktype, zaak, document. Maar er zullen ook vast applicaties zijn waar die niveaus wat lastiger uit te halen zijn. Ja, helder. Nog een andere vraag dat we doorgaan. Maak je er ook gebruik van de iNavigator, vraagt Sebastiaan. Dat is een gevoelige vraag. Nee, deels. Wordt nog aan gewerkt. Anna noemde in het begin al, dacht ik even, onze systematische overzichten. Dat is in ons geval het overzicht met werkprocessen die wij hanteren. Nou, dat is ook een van de trajecten die nu loopt uit het programma Informatie op Orde. Om dat vorm te geven. Om die werkprocessen goed in kaart te hebben en te beheren. Ja. Goed, toch een ander vraagje om te afsluiten voor nu. Hebben jullie de WO-categorieën ook een plek in het zaaksysteem gegeven? Of komt het wellicht later in het voorbeeld naar voren? Goeie vraag. We hebben ze benoemd. We hebben het erover gehad. Het is nu nog niet ingericht, want we zitten midden in de hele implementatie van ons WO-publicatieplatform en de aansluiting daarop vanuit andere applicaties. Dus wel benoemd, staat ook op papier, maar praktisch zit het er nog niet in. Helder. Dankjewel, Alice. We gaan door. Ja, gaan we door met deze dia. Ja, begrippenlijsten heb ik net toegelicht. Wij merken dat, misschien merken jullie dat ook, dat als je met de MDTO aan de slag gaat en met metadata, dat het best lastig is. En dat je er ook soms echt een hele tijd mee bezig bent en er niet helemaal uitkomt. Daarom hebben we ook een format gemaakt. Het is een heel simpel mappingsformulier wat wij gebruiken als je dus echt aan de slag gaat met een applicatie. En daarnaast hebben we ook een handleiding gemaakt die je helpt om dit te doen. En wat we nu in de praktijk zien is dat we het ook gewoon veel samen doen, zodat we binnen de organisatie van elkaar leren en die kennis ook wordt gedeeld. Anna noemde ook al de beheerdocumentatie, heb ik hier ook nog even neergezet. Dat is ook een onderdeel van ons metadata-model, zodat we het ook gewoon goed kunnen beheren, want het is best veel om bij te houden. En hierin hebben we dus eigenlijk vastgelegd wat er kan veranderen aan het model, bijvoorbeeld door bepaalde wetgeving of normen die veranderen, en hoe we ook kunnen monitoren dat die veranderingen optreden en waar we dan moeten kijken. Denk bijvoorbeeld aan de metadata voor de WO. Die is in augustus, was er een nieuwe versie. Hier staat in waar je dan moet kijken om erachter te komen of er een nieuwe versie is. Dit jaar hebben we ook praktische ervaring opgedaan. En hebben gekeken naar eigenlijk verschillende applicaties waarmee we waar we het metadata-model op hebben toegepast. En daar hebben we inmiddels ook alweer veel van geleerd. Mag je naar de volgende slide, Jeroen, om dat even te laten zien? Oh, ik sla er eentje over, zie ik. Er komt nog eentje tussen. Dank je. Deze is nog beter. En ik ga zo verder met over die praktische mappingen die we hebben gedaan bij applicaties. Nog even een heel klein stukje ertussen, wat ook zeker belangrijk is. Want het metadata-model wat we hebben gemaakt is een niet op zichzelf staand iets. Wat alleen bijvoorbeeld maar bij de mensen die te maken hebben met informatiebeheren tussen de oren zit. Maar we proberen het zoveel mogelijk te koppelen aan andere procedures die we hebben. Nou, Anna noemde dat ook al, bij vernietigen wordt ook hiernaar verwezen, maar hebben we ook gezegd welke metadata dan belangrijk is. Hetzelfde geldt voor overbrengen en bij migratie. Bij ons programma van eisen hebben we dit er ook in opgenomen, benoemden we net al even. En we werken nu ook aan aan documentatie om applicaties in te richten by design, waarin metadata ook een onderdeel is. En eigenlijk bereiden we dit, want dit is van afgelopen half jaar denk ik, drie kwart jaar, en bereiden we dit steeds verder uit. Dan door naar de applicaties. We hebben op een aantal applicaties hebben we toegepast en daar hebben we dus veel van geleerd. Hebben we ook wel op verschillende manieren gedaan, omdat het het doel anders was waarom we het moesten doen. En als eerste wil ik even stilstaan bij de VTH-applicatie. Dat is eigenlijk de eerste waar we naar hebben gekeken.
hebben we niet een volledige mapping en inrichting van een applicatie gedaan. Maar daarbij was het geval dat er eigenlijk al een soort van metadata schema lag. Waar we van dachten, nou, dat is dan goed om te kijken of dat, hoe dat matcht met het model dat wij hebben. Nou, dat kwam eigenlijk best wel overeen. Dus dat was fijn. We konden heel veel dingen mappen en zagen we terugkomen. En eigenlijk waren we daar heel tevreden over. Maar inmiddels zijn we een jaar verder. En wat blijkt nu, dat het schema er wel op papier is. Maar in de praktijk toch net niet helemaal wordt bijgehouden. Onder andere ook niet bijvoorbeeld door de leverancier die dan toch bepaalde velden aanpast of dat het net anders wordt. Dus daar hebben we zelf nu echt van geleerd dat je daar gewoon bovenop moet zitten en het zelf goed in beheer moet houden. En dat het ook echt belangrijk is om niet alleen een mapping te maken en die in een laadje te stoppen, maar ook echt te zorgen dat je het beheert bij functioneel beheer. Dat het echt een levend iets is om toe te passen in je applicatie. Wat we ook hebben gedaan is naar onze ZGW-API's gekeken en die we ook gebruiken in onze Common Ground omgeving. Dat was nog best wel een pittige, want dat is best wel uitgebreid wat er allemaal in zit. Het is ook een net iets andere structuur of soms wat verwarrend wat daar een informatieobject weer is en hoe we dat weer terugzien in ons model. Maar we zijn daar op zich uitgekomen. We zien daar wel dat een aantal dingen missen. Bepaalde attributen zijn niet vastgelegd, wat we wel graag zouden willen. En bepaalde attributen worden ook op een bepaalde manier vastgelegd, wat net niet conform MDTO is. Denk bijvoorbeeld aan waardenlijsten. De MDTO is ook bepaalde waardenlijsten verplicht, die hier dan net niet op die manier in terugkomen. We hebben hierbij ook gedeeld met andere organisaties en ook samen gespart over van hey, wat verwacht je bij dit attribuut en wat verwachten anderen hierbij. Dat was ook heel nuttig om daar goed samen naar te kijken. We zijn nu ook bezig om in ons Common Ground omgeving werken we ook met specifieke werkprocessen die daar nu worden ingericht. En daar wordt deze metadata nu ook de mapping op toegepast. Dan hebben we het WO-platform, dus het platform om te publiceren. Dat is iets waar we momenteel ook aan werken. En dit was een hele handige praktijkervaring om meteen te kijken, zit die metadata er goed in? En ook om het daarin te richten. Dat loopt momenteel, dus dat gaat goed. De metadata zitten in. We gaan nu bezig om te kijken of dat ook matcht straks met de WO-index. Daar zitten we nog middenin. En tot slot het zaaksysteem. Daar wil ik ook wat dieper op ingaan. We hebben dit jaar zijn we gestart met de inrichting van het zaaksysteem. En daar hebben we eigenlijk het stappenplan helemaal toegepast. We hebben ons doel was een nieuw zaaksysteem implementeren. Dus dat was vrij duidelijk. Ook duidelijk was het beheerregime. Dat was zwaar, want er zit allerlei informatie in. En ook vooral informatie die we lang moeten bewaren. En daarnaast is ook daar de WO van toepassing. En wat we daar eigenlijk hebben gedaan is, de implementatie van het zaaksysteem is natuurlijk een heel project. En metadata was daar gewoon een heel duidelijk onderdeel van. Een van de hele nuttige dingen die we hebben gedaan is echt een mapping sessie georganiseerd met de betrokkenen. Dus zowel met de leverancier als met informatieadviseurs, met functioneel beheerders van het systeem, met projectmedewerkers, maar ook met medewerkers die in de praktijk gewoon veel met het systeem werken. En hebben eigenlijk ons hele model gemapt op het zaaksysteem en vastgelegd van wat verwachten we hier nu eigenlijk per onderdeel. Dit hebben we uitgewerkt in ons mappingsformulier en op basis daarvan is er eigenlijk een zaaktype gemaakt wat eigenlijk als basis geldt voor elk zaaktype dat er in het zaaksysteem wordt gemaakt. Dus elk zaaktype krijgt een bepaalde basis mee waar gewoon die metadata in zit. En waarbij ook is afgesproken hoe die metadata dan gevuld moet worden. En wie daar, want het kan natuurlijk per proces nog verschillen, wie daar dan wat over moet zeggen. We hebben het ook daadwerkelijk ingericht. We hebben het ook getest. Dat was ook nuttig, want dan zie je in één keer velden en dan denken mensen, oh, hoe ga ik dit invullen? Wie moet dit eigenlijk invullen? Dus dat is ontzettend nuttig. En we hebben ook afspraken gemaakt over het beheer, waar dat ligt. Nu vooral ook qua inrichting bij functioneel beheer. En bij wijzigingen zal vanuit de adviseur informatiebeheer daar ook bij aansluiten. Kan ik nog een keer mijn scherm delen, Jeroen?
Dan laat ik even zien hoe Zeker dat eruit weten. ziet. Ja. Helemaal goed. Zo. Dan zien we hier de mapping met ons zaaksysteem. En we zien hier ook weer verschillende tabbladen. Er zit vooraan een tabblad met wat algemenere informatie en een toelichting. Daarnaast zie je hieronder eigenlijk al de verschillende niveaus die we hebben onderscheiden in het systeem om metadata vast te leggen. Dus we hebben echt metadata op bestandsniveau. We hebben, eens kijken, is dan net jammer. Ja, hier zo. Metadata op bestandsniveau, we hebben die technische metadata die ik al noemde, op documentniveau en ook nog op zaakniveau. En wat we eigenlijk hebben gedaan is, wat je net ook zag bij het eerste Excel-bestand, is dat de eerste aantal kolommen, die geven de voorwaarden aan en de attributen die we daarbij nodig hebben. En vervolgens vanaf kolom H hebben we vastgelegd welke gegevens vanuit het zaaksysteem daar dan betrekking op hebben. Dus als we kijken bij naam, dan zien we nou, de naam van een zaak. Dat heet in het systeem heet het onderwerp en het technische veld heet in dit geval ZTC onderwerp. En we hebben bewust de keuze gemaakt om te zeggen van we leggen het technische veld vast, want dat heb je later ook nodig als je bijvoorbeeld een export wil maken of wilt overbrengen of wilt migreren. Maar ook de functionele veldnaam, zodat het duidelijk is van hey, welk veld zie ik nu daadwerkelijk als ik een zaak ga behandelen en hoe heet dat veld. Daarnaast hebben we ook gekeken of het veld verplicht is in te vullen in het systeem. Nou, in dit geval was dat het geval en dat is mooi, want hij is ook verplicht in het model. We leggen nog vast om wat voor soort veld het gaat. In dit geval is het een vrije tekst. We hebben vastgelegd wat de actie er dan bij is, dus dat we het opnemen in het basiszaaktype in dit geval. En nog even de vraag net terugkomen die jij had, Jeroen, van een van de deelnemers. We leggen dus ook vast waar dit in het systeem wordt vastgelegd, zodat je ook weet nou ja, door wie of wanneer die metadata wordt geregistreerd. In dit geval staat de fase 1, voor jullie misschien wel technisch, maar dat betekent dat dat de registratie van de zaak is waar dit gegeven wordt vastgelegd. En zo hebben we eigenlijk, en dat was wel heel erg mooi, hebben we alle gegevens, alle attributen in het model een plek kunnen geven en ook vast kunnen leggen. En is het nu helder welke metadata we in het zaaksysteem gebruiken en we ook in de toekomst kunnen gebruiken om te zorgen dat het duurzaam toegankelijk is. Hey, helder, een vraagje al iets voordat we het verder gaan met vooral de tips daar nog. Er zijn allerlei vragen in de chat. Een van de vragen is van Adrie van, zijn de medewerkers van het EDIPO ook betrokken bij de mapping? Ja, zeker. Ja, dat zijn de mensen die vanuit het Utrechtse archief natuurlijk aangehaakt zijn. Dus we hebben met hen ook echt alle attributen doorgenomen en ook discussies over gehad. Van wat verwachten we nu eigenlijk van dit veld en is dat haalbaar? En daarnaast hebben we ook in de procedure voor overbrenging, waar Anne en ik afgelopen maanden druk mee zijn geweest, daar ook nog weer bijzonder aandacht voor gehad. Ja, Leonie vraagt, zijn er naast NDTO ook nog andere metadataschema's gebruikt voor het Utrechtse datamodel? En zo ja, welke zijn dat eventueel? Nee, daar hebben we niet hier direct op aan toegevoegd. Maar we geven wel aan dat dat gewoon naast elkaar kan gaan. Dus als je, wij hebben bijvoorbeeld ook een datacatalogus hebben wij en een dataplatform. En daarbij kun je ook deze MDTO metadata, dit metadatamodel toepassen. Maar heb je ook andere metadata? En dat geldt niet alleen voor dat soort zaken, maar dat geldt ook gewoon heel simpel voor het zaaksysteem. In het zaaksysteem heb je nog veel meer die ook belangrijk is. Bijvoorbeeld om een proces goed af te handelen of om managementinformatie later uit terug te halen. Dus dit is het setje wat je nodig hebt voor duurzame toegankelijkheid. En dat is een aanvulling op in een applicatie ook andere metadata die van belang is. Ja, nou staat eigenlijk wel aan, Alice, op een vraag van Roger. Die zegt van, het zaaksysteem heeft het beheerregime zwaar omdat er bedrijfskritische informatie staat. Maar er staat vast ook minder belangrijke informatie in. Moet van deze informatie ook alle metadata van het zware beheerregime worden vastgelegd? Of hebben we per werkproces deze keuze gemaakt? Ja, hele goede vraag. Ja, want dat is zeker ook een vraag die wij vaak krijgen. En dat is echt een keuze die je maakt. Kijk, in het zaaksysteem zit gewoon heel veel informatie. En daarvan hebben we gezegd van ja, dan gaan we gewoon één beheerregime toepassen. Dat is veel prettiger en makkelijker dan dat je voor bijvoorbeeld voor elk zaaktype nog weer een onderscheid maakt.
En het was ook haalbaar. Ik kan me ook heel goed voorstellen als jij een applicatie hebt waar jij, ik noem maar wat, informatie in hebt zitten die onder het middenregime valt en er maar één proces in zit die onder zwaar valt, ja, dat je daar een andere keuze in maakt. Dat je zegt, nou, dat ene proces ga ik voor zwaar inrichten en de rest voor midden. In ons geval zijn we dat nu nog niet tegengekomen. Maar dat is zeker ook iets wat je bij het toepassen van dat beheerregime, dus stap 2, gaat afwegen. Ja, helder. Ja. En iemand anders vraagt ook nog van, goh, hoe borg je eigenlijk het gebruik, het invullen van de velden die verplicht in ieder geval toepassen zijn, zodat ze überhaupt gebruikt worden? Nog een keer, hoe je borgt dat ze gevuld worden? Ja, dat de velden, waarvan je hebt afgesproken van, goh, verplicht in ieder geval toepassing, dat ze ook daadwerkelijk verplicht ingevuld worden. Ja, dat ligt er een beetje aan om wat voor een applicatie het gaat. Maar, en dat heeft ook mee te maken wie er natuurlijk meekijkt. Dus in principe staat dat gewoon in het stappenplan en hoe we dat moeten doen. Als medewerkers daarmee aan de slag gaan, dan kan bijvoorbeeld ons expertteam ook meekijken. En kijken van, gaat dat op de goede manier? Zijn er vragen over? Waar kunnen we bij helpen? Maar het gaat niet door een hele strakke commissie die checkt of alles erin zit. Dat is een stuk ook eigen verantwoordelijkheid. En ook nou ja, dat komt ook voort uit het werk wat een adviseur informatiebeheer doet. Ja, ja. Helder. Gaan we naar de tips toe, Alice? Ja, de laatste, in de laatste dia, denk ik. De tips, ja. Ja, we hebben een aantal tips, denk ik, om in ieder geval mee te geven aan iedereen. En dat is werk samen met echte verschillende disciplines. Dus kijk naar gegevensbescherming, je archiefinstelling. Eigenlijk alle, ook andere disciplines die werken met metadata. Zo hebben wij ook bijvoorbeeld samengewerkt met de mensen van data. Om zo tot een goed eindresultaat te komen, maar ook door het daarmee mooi samen op te pakken. En dan werkt de borging ook een stuk beter. Dan maak het echt praktisch en toepasbaar, want je kunt je er helemaal in verliezen. Je kunt hier maandenlang mee bezig zijn en denken, oh, we hebben het nog niet helemaal recht. Anne en ik houden altijd voor ogen dat die duurzame toegankelijkheid, dat is het doel wat je hebt. Dus dan denken we bij een applicatie van, nou, welke informatie ligt daar eigenlijk in vast en hoe willen we er nu voor zorgen dat het duurzaam toegankelijk is? En proberen ons niet blind te staren op kleine dingen, want dan is het ook niet meer toepasbaar in de praktijk. Dan, die heb ik net al gezegd, het doel is duurzame toegankelijkheid, dat is 2-in-1. Dan is het ook belangrijk om de kennis die je in zo'n traject opdoet echt gezamenlijk te delen. Het is echt specialistische kennis. Er zijn, als je er eenmaal induikt, is het ook best lastig om het uit te leggen aan anderen. Dus deel wat je doet en heb het er samen over. Zodat ook de kennis binnen je organisatie hierover vergroot wordt. Dus in ons geval zijn een aantal functioneel beheerders hier nu al meer van op de hoogte. En dat maakt het gewoon heel prettig. Waardoor je dat goed kunt delen en ook kunt zorgen dat die borging weer beter is. De beheerafspraken zijn ook echt ontzettend belangrijk, want we zien nu al in het halfjaar dat dit is vastgesteld, dat er gewoon al dingen veranderen en dat we het elke keer moeten updaten, zodat het ook nog goed toepasbaar is en dat het nog voldoet aan de bijvoorbeeld normen die er zijn. Denk aan die WO-metadata wat verandert. Ja, als je daar niet op inspeelt, dan is je schema niet meer up-to-date. Dus maak daar goede afspraken over, want dat gaat niet vanzelf. En ook al genoemd net, en zeker belangrijk, laat het er niet op een zelfstandig iets zijn, maar match het met andere procedures, zodat het ook meer draagvlak heeft en het ook in de brede zin eigenlijk je informatiehuishouding versterkt. Dank je, Alice. Ja, dan was, ja, vragen. Jeroen, ja, zijn er nog vragen in de chat? Ja, is daar nog ruimte voor? Ja, weet je, ja, we hebben nog ruimte. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Doordat Jaap op dit moment in een hotel zit in Zuid-Duitsland en het niet lukt om aan te sluiten bij het webinar, hebben we iets meer ruimte voor de vragen. Wat jammer is dat Jaap er niet is, maar wel fijn is om vooral vanuit de praktijk te kijken. Het gaat dus niet lukken om alle vragen te behandelen tijdens het webinar, maar de vragen die we niet behandelen nu, zullen achteraf nog kunnen beantwoorden in de chat. Een van die vragen, Alice, is van Esther. Hebben jullie het datamanagement ook meegenomen in het model? En hoe hebben jullie dat gedaan?
Nee, dat zit niet specifiek in een model. We hebben wel met data management afgestemd. Dus wel samen gekeken van, hey, waar werken zij aan en waar werken wij aan? En als we aan de slag gaan met applicaties die dus ook van toepassing zijn specifiek voor data, dan moet deze metadata daar dus ook weer in mee worden genomen. Kan nog zeker wel een doorontwikkeling zijn hoor. Maar voor nu kwam dat nog te vroeg. Iemand geeft aan, mooi dat model toepasbaar is gemaakt voor verschillende beheerregimes. Kan het beleidskader voor informatiebeheer van Utrecht ook gedeeld worden? Ik zit heel hard te denken of die al niet online staat. Anders ga ik het even vragen bij onze collega's of dat kan. En volgens mij zag ik zo'nzelfde vraag nog voorbij komen in de chat voor de gouden regels. Dus die zullen we daar ook in meenemen. Je hebt nog meer gouden regels dan de tips van de vorige slide, wil je zeggen? Ja, ja, we hebben zo heel mooi de gouden regels voor informatiebeheer. Oh zo, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Oké hoor. Ja, wie vult de metadata in, wordt toch wel gevraagd door André. En waar doet men dat dan? Doet dat een zaaksysteem? Doet dat een DMS? Waar vult het in? Ja, ja, overal. Metadata zit overal. Dus in alle applicaties die we eigenlijk hebben, leggen we metadata vast. En in dit voorbeeld van het zaaksysteem is er dus vastgelegd aan de hand van dit model wat er gevuld moet worden en in veel gevallen ook welke waarden we daar verwachten. En dat kan dus zijn bij het registreren, dat kan ook zijn bij het behandelen van een zaak, bij het afhandelen. Maar het kan ook gewoon onder water automatisch vastgelegd worden, zoals het bestandsformaat of de omvang van een bestand. Ja, top. Helder, dank je. Nou, er zijn nog meer vragen in de chat, maar ik stel voor dat die gewoon dadelijk gaan beantwoorden in de chat zelf. Daarvoor hebben we net iets niet genoeg ruimte meer. Dank Anne, dank Alice voor het uitgebreide verhaal, het praktische verhaal. Ik hoop eigenlijk vooral dat veel andere organisaties er concreet mee aan de slag gaan. Omdat eigenlijk wel, dat is een beetje in lijn met het verhaal van Jaap, wat hij eigenlijk zou vertellen. Dat ook NTO is aangeboden aan vorm van standaardisatie om vastgesteld te worden als standaard samen met de TOI. We zullen nog contact opnemen met Jaap om te kijken of hij het verhaaltje op een andere manier nog kan vertellen binnenkort. Maar wel een tekstje gestuurd via WhatsApp, wat dadelijk in de chat geplaatst zal worden. Hij heeft namelijk ook heel idee van, NTO is maar een onderdeel van het hele stelsel van metadata. En ja, er is ook een filmpje al beschikbaar op dit moment over NTO, waarvan we ook de link dadelijk zullen plaatsen in de chat. Voor nu. Mocht je eventueel nog meer willen weten over dit webinar of over andere webinars, ga dan naar de Kia website. En vroeger was het altijd kia.pleio.nl, maar tegenwoordig, ik weet het niet meer. Ik moet even kijken wat de nieuwe naam ook was. Het is zo erin geramd. Maar als je zoekt op gewoon kennis, community, informatie en archief, dan kom je vanzelf terecht. Ook, je kan je terecht eventueel bij een van de sessies voor projectleiders WO. Elke twee maanden hebben we zo'n sessie waarbij we met name praktijkverhalen geven over, ja, hoe gaat dan een gemeente om met informatiehuishouding of met de implementatie van de wet open overheid? Meld je daarvoor vooral aan. Aanstaande donderdag staat er eentje gepland en in de eerste week van december. En even voor in de agenda al. Van 30 januari tot met 6 februari volgend jaar hebben we de week van Grip XS. Een soort mini-week met waarschijnlijk 3 of 4 sessies. En eind maart de 11e week van Grip op informatie. Mocht je eventueel nou zelf een keer op het podium staan, laat ons weten. Je kan ons mailen op gripopinformatie@vng.nl. In de loop van de dag wordt ook nog een evaluatie nagestuurd. Het verzoek is om die in te vullen, zodat we ook even kunnen leren en de volgende keer nog kunnen verbeteren. Heel erg bedankt nu voor het kijken en graag tot de volgende keer. Groetjes!